over te grappen. Van, mogen we wel inhalen? En hoe steken we over naar, noem maar even de winkel, CNA toe? Of daar naartoe? Of maakt het niet uit? Is er geen rotonde? Nou nee, zo zaten ze het grapjes te maken. Voilà. Leuk, hè? Die rits moet open om erin te kunnen. Maar dan kan je dit ook allemaal nog verstellen. Dit zijn sierritjes, maar die kunnen wel open. Maar dan moet je eerst natuurlijk uiteraard die gesp los maken. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag hoor. Ja, het is 13:33. Rebecca is niet geweest en dat kwam mij ook wel mooi uit, want ik was weer niet vooruit te branden. Ik was gebroed als een hond. Doe mijn hoofdpijn weer. Ja, kan er niks aan doen, het is nou eenmaal zo. Maar ja, we zijn er weer en Rebecca die komt vrijdag gewoon weer. Ook altijd leuk en gezellig. En die dame daar, die wil naar buiten toe voor de zoveelste keer. Alsof ze niet genoeg buiten is geweest, maar dat doet er even niet toe. Dat was de tuin, ja. Dus nou gaan we lekker even zo meteen lopen. Ik ben zo goed gekleed. Maar ik denk, ik doe wel mijn vest eroverheen. Ja, ik heb meerdere van deze hoor. Echt wel. En ik heb een wasmachine en ik heb een droger, dus het is ook zomaar weer droog. En dan kun je hem ook zo weer aan, ja. En maar oké, daarna wil ik proberen even naar de schoenenwinkel te gaan. Om nieuwe enkelaartjes zien te proberen te bemachtigen. Want deze, die zijn niet meer zo geweldig koude plekken erop, et cetera. Dus dat vind ik niet zo netjes meer staan. Nee, en ja, ik merk nou wel degelijk dat ik ook meer loop. Anders hadden ze nou niet zo eruit gezien. Nee, ga je altijd met een booster of wat dan ook, dan slijt je niet zoveel laars of schoenen of wat dan ook. Nu wel, slijt ik des te meer. Dus ja, moet ik ook dus weer wel nieuwe kopen. Dus het komt allemaal goed. Ik wens jullie allerliefst en heel veel liefde toe. En al het geluk van de wereld. En ja, we moeten het met elkaar doen, lieve vrienden. Ja, ook weer naar die vrijheid toe zien te komen. Want dit is niks. Maar oké, hij heeft weer wat, hoe noem je dat nou? We mogen weer iets meer doen. Enkel wat we hier in de stad hebben uitgehaald hebben. Daar kijk ik mijn pet niet bij. Want zelfs kinderen die zijn zo wijs van 1,5 meter. Althans weer in de stad. De kinderen houden ook netjes afstand. Nou, de ouderen moeten dat ook gewoon weten. Simpel. Maar dan moet je dat dan aanduiden met een wit gekalkte streep over nieuwe bestrating. Ik vind nee. Een pijlen. In richtingsverkeer. Nou, ze zaten gisteren al op Facebook in de groep van Den Helder. Zaten ze al erover te grappen. Van, mogen we wel inhalen? En hoe steken we over naar, noem maar even de winkel, CNA toe of daar naartoe. Of maakt het niet uit, is er geen rotonde? Nou nee, zo zaten ze het grapjes te maken. Nou, ik vind dat bullshit, wat gebruik je verstand, mensen. Kom op, wat zijn we in vredesnaam mee bezig met z'n allen. Houd afstand, zegt Rutte. Nou, dat noemen we dat, punt. Zo niet, ja, dan heb jij een boete naar je kont hangen. En niet zo zuinig ook. Dus ja, hou gewoon afstand, dan heb je ook geen boete. Maar oké, lieve vriend, ik ga Rijke uitlaten. En we praten straks wel weer eventjes verder over weet ik van wat. Ik heb hachévlees eruit gehaald. Dat ik wil haché eten. Ik weet het niet meer hoe ik het te vroeg klaar maakte. Maar het zal. Ik bak gewoon uien, dat erbij, lolier erbij. Kruidnagel erbij en weet ik veel, ik zie wel hoor. En het vlees, nou, ik meende dat het toch gekruid was, maar nee. Een hele beste bak vol. Daar heb ik een aantal dagen en daar genoeg aan. Maar ja, oké. Ik
ga mijn hondje uitlaten. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei doei. En geniet van het zonnetje. Nou, jullie zien die vuilniswagen wel van de ondergrondse container. Die was er net zo raar en vreemd bezig dat die hele bak dat slingerde door de lucht heen. En bijna bij die zwarte auto. Maar hij zette hem ook niet gelijk in de kuil terug. Maar meneer die zette hem ernaast. Bleek dat meneer nog meer spullen had staan erbuiten. Want tenminste, hij had het niet gedaan, maar de omwonenden hadden ook nog spullen buiten de container neergezet, wat er eigenlijk in moest, maar dat kon er niet in. Dat heeft hij weer met die container gegrepen. En dat weer daarin gedaan. Maar hij was zo gevaarlijk aan het slingeren, dat ben ik niet gewend. Ik denk, oh jee, straks gaat die auto eraan. Maar ja, het is wel zwaar niet mijn auto, maar... Het is een raar ventje. Hij zit ook koud om te kouwen. Ik ga jullie even draaien. Even geduld. Hij zat dus ook heel vies te kou op kauwgom, denk ik. Maar zo onbeschoren. Hé, je ziet dat. Dus ik niet alleen. Maar ook de medeweggebruikers, die ziet dat. Je wordt er gewoon beroerd en misselijk van. Ja, en dan ging ik de televisie uit moeten doen, want ik deed hem zacht, maar het geluid doet het weer eens niet. Dus dan moet ik weer even mee aan de gang. Ja. En daarna gaan we weg. Gaan ik naar... Mijn oog die doet het nu wat ik wil. Er zit een vlies voor. Bah. Dat is lastig. Maar oké. Dan ga ik schoenen zien te... Tenminste, enkelaartjes zien te bemachtigen. Ik hoop dat het mij lukken gaat. Ja, de rest blijft thuis. Ja, oké. Kan of is al buiten, maar... Rijker blijft thuis. Oh ja, en ik heb een leuke lieve kaart gekregen. Lief hè? Jullie mogen lezen. Als dat te lezen valt. Moet ik hem even zo houden dat het... Ik weet niet. Nou, ik hoop dat jullie hem lezen kunnen. Nou, dan zetten jullie de film even op dat moment stop. Jullie hem nou al gelezen kunnen hebben. En ik lees hem nog voor. Hallo Corina, dit vind ik een mooie kaart voor jou. Ik vind het leuk om die naar jou en je dieren toe te sturen. Hou je goed ook aan de regels van Rutte. Suskus? Ja, dat de laatste week even 1, 2, 3, niet Suskus, denk zusje, kusjes of zoiets. Groeten, Corrie Bergman uit Lisse. Dat is die oudere dame dus, hè? Ja, zo lief. Maar ik had haar ook een kaart gestuurd. Ik bel haar iedere week. Net zo min als Jan van Dam. Ook iedere week even met elkaar contact. En die heb ik ook een kaart gestuurd. Dus ja, leuk. Vind ik leuk, ja. En er zijn er meerdere mensen die aan mij denken. Want... ja, ik vergeet zijn naam nog. Ik heb hem leren kennen via A Second Life. En dan moet je niet verwarren met die datingsite, want dat heeft er totaal niks mee te maken. Nee, dit is een live game, Second Life. Ja, www.secondlife en live schrijf je met een F en niet met een W. Ja, maar nou maak ik reclame, wat eigenlijk in principe ook niet mag, maar dat doe ik er even niet toe. Ik word er niet door gesponsord, nee. Dat is een live game, gewoon, punt. Het is gewoon een heel leuk iets, ja. Maar daar heb je een computer voor nodig met een goede grafische kaart. Niet op een mobiel, want dat werkt niet. Nee, dat is te klein. Dat gaat het hem niet worden. Je moet wel een groot beeld hebben, dus ja. Heen de computer en is die niet aangesloten omdat je te lui bent om met een mobiel te werken. Dat je niet met die computer meer wilt werken, omdat dat moet je daar gaan zitten. Nou ja, dan heb je pech, dan kun je ook geen live spelen. Nee, dan gaat het hem niet op een klein mobieltje worden hoor. Gaat het hem niet worden, ook al zou je er niet op de mobiel hebben. Dat het een grote is, dan is het nog te klein, want je moet kunnen spelen en kunnen lopen. Je moet kunnen vliegen en alles, dus ja. Je hebt je handen nodig en niet dat. Nee, dat gaat het hem niet worden. Maar oké, ja, die staat dus op tafel, die mooie kaart. Ik vind hem geweldig. Ik zal vandaag ook weer bellen. Van, ik heb hem aangekregen. Ja, dankjewel. Lief, hartstikke leuk. Maar nu ga ik eerst
op pad. Ja, en ik neem Rijka niet mee. Nee, want ik weet niet of die in de winkel mag komen. Dat weet ik niet eens. Nee. Ik neem... Even denken. Wat zal ik doen? Nee, jullie zien het wel weer als ik thuis ben. Want ik loop nou helemaal moeilijk en dan moet ik dat ding om. En als ik deze meeneem, ja, dan ik kan niet doorlopen dan. Hè. Ik kan wel doorlopen, maar ik kan niks anders doen. Dus ja, ik heb toch een paar handen nodig. En daarom, ik ga op de booster. En dan heb ik mijn handen nodig. Dan kan ik blijven zitten, heb ik mijn eigen stoel bij me om schoenen of laarzen te passen. Dus het komt allemaal wel weer goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie middag. Het is nog steeds prachtig mooi weer. Dat ik rijk uitliet, had ik in mijn vest maar aan. En verder is niks. Dus woepie. En dan ga ik weer mijn vest aandoen en ik ga op de booster weg. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot strakjes. Hallo lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb koffie gemaakt, televisie is iets leuks weer bezig, maar daar heb ik nou het geluid uit. Ik heb het een en het ander voor mezelf gekocht. Ja, want ik wil toch ook een beetje respectabel eruit komen te zien. Zowel met mijn broer zijn verjaardag, dat is deze maand al, maar ook 23 juni met mijn eigen verjaardag. Ten eerste heb ik een paar oorknopjes gekocht. Past mooi bij mijn haar. Ja, dat zien jullie wel. En ik had eigenlijk ook richting paars willen gaan, maar ach ja. Dan mijn naturel. Ja. Waar ik voor wegging, dat laat ik het laatste zien, want dat zit nog ingepakt. Ik heb een shirt gekocht. Met een veehalsje. Met een broek erbij. En er stikt er eentje hier onder de tafel. Dat staat leuk, dacht ik zo. Ja, en dan zal ik... ze zei dat ze de kassabon in de tas erbij had gedaan. Nou, dat kan ze ons wegen, maar... Ik zie geen kassabon, ook niet in het zakje. Die is leeg. Daar zaten de oorbellen in. Maar ik zie verder geen kassabon. Maar ja, dat was bij een bekende winkel. CNA. Maar nou, ben ik bij een onbekende winkel geweest. Ik wist niet eens dat die er was. Ik haal er eerst even één uit. Hoe zit dat? Oh jee, oh dat zijn van die dingen. Daar maar even neerleggen. Weg, weg, weg. Voilà. Leuk, hè? Die rits moet open om erin te kunnen. Maar dan kan je dit ook allemaal nog verstellen. Dit zijn sierritjes, maar die kunnen wel open. Maar dan moet je eerst natuurlijk uiteraard die gesp los maken. Dan kan dat gewoon los. Dus ja. Helemaal niet duur, maar 20 euro. Nou, wie doet je wat? En ik heb weer een paar mooie laarzen. En nog leer ook, want het ruikt ernaar. Heerlijk! Zo'n boord leert te ruiken. Ja. Maar oké, ik doe hem wel weer even in de zak. Dat winkeltje verkoopt ook kleding, maar ik zag niet iets dat ik denk van nou ja, is dat voor mij? Dus toen ben ik afgereisd naar CNA en daar zag ik eigenlijk twee setjes hangen. En ik had die ene, dat was een broekrok, een lange. Vroeger kreeg ik al altijd op tegen, maar ik vond hem toch ook wel weer mooi. Maar er zat een gulp in het midden voor. Nou, dat kan ik niet hebben met die buik nog. Nee, die buik moet eerst dan wegwezen voordat ik fatsoenlijk weer een broek kan hebben met een gulp. Dus, dan heb ik gewoon... Maat olifant genomen. Maat 46. Maar dat is nog geen maat olifant. Want ik had 52, 55. Ja, 52, 54 geloof ik dat ik had. Maar ja, dan kan je ook dit nog aantrekken, weet je. Dat gaat er, dat kun je mee aantrekken nog. Dus ja, waarom niet? Dus
Nou, ik vind hem mooi en netjes. Nou, t-shirt erbij. Zo. Nou, toch mooi. Ja. Ben ik netjes en leuk en vlot en modern gekleed. En de kinderen zullen zeggen, moet je die oude wijn zien. Als ze zeggen dat maar. Ja. Lekker belangrijk. Nou ja, een leuke oorbellen erbij. Even kijken of mij dat, dat moet mij staan. Even kijken. Kom jij er eens even af. Hup. Dat dingetje er weer op bellen. Ja, daar gaat hij. In eeuwen loopt naar buiten toe, dan kan de tuin door open. Nou, toch leuk. Hup. Die erbij. Hup, ik moet het kaartje bewaren, want er staat de prijs op. Dat er geen kast op. Ach, zit verkeerd. Nou ja. Die is ook een goed vies. Of een brommer rijden en een hond uitlaten. Ja, ja, kan je dat? Ja, nou, ik vind dat absurd. Even kijken welke ik er nou uit moet hebben. Welke nou even groot is. Ik denk dat ik die moet hebben, ja. Oh, er zitten dubbele slootjes aan. Een stalen, of hoe je het ook mag noemen, en een rubberen. Nou, dan ga ik voor die rubberen. Waar haal ik er nou uit? Jeetje, ik weet niet. Ik ben lekker bezig, jongens. Dat is de bovenste. Jeetje. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben hier. Dan alles er maar even uit. Ja, want vanochtend was ik ook al een oorknopje kwijt, hè. Ja, met het zwarte roosje erin. Ik zoeken, legt die onder mijn bureau. Nou, even zien. Die horen bij elkaar. En dan moet ik er nog eentje erin hebben. Ja, dat is die. Mooi, dan kan die grote er weer in. En terug. Moet ik wel het gaatje weer weten te vinden. Gaat goed. Zo. Dan komen die nieuwe komen in de bovenste. Moet ik ook dat gaatje weer weten te vinden. Gaat lekker, hè, mijn huis. Nou zeg. Erg. Nou, ik kan niet bij alles nog zo. Ik denk dat ik de camera probeer als spiegel te gebruiken. Maar dat zal wel weer niet. Ik vind de achterkant weer eens niet vinden. Gaat geweldig, mijn huis. Kom. Ja, die zit er doorheen. Topje erop. Dan moet ik de andere oorbel hebben. Die moet in het midden. Dan geef ik nog een gaatje. Jeetje, erg hoor. Als je dat niet voor elkaar weet te krijgen. De ene keer heb ik er meer problemen mee dan de andere keer. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee, maar het komt goed hoor. Ja hoor. Gewoon doorgaan met die banaan. Ak. Daar zitten er al twee in. Ja, oké. Ik ben helemaal kluts kwijt. Nou, dan kan die er gewoon weer in. Dan moet ik die kant eruit hebben. Nu moet ik ze daar nog in doen. Oké. Zit alles goed naar wens? Ja, hè? Bovenin die nieuwe. Zo. Hup. Nou, dan halen we die er even weer uit. Heb ik ruimte.
Zo. Nu is die oor helemaal leeg en dan begin ik met de nieuwe. Die rubberen eraf. Dan die eraf. Dan, hup. Dan heb ik die nodig. Die moet bovenin komen. Kan ik de achterkant weer niet vinden? Oh, dat gepiel. Dan hoor je ook nog andere geluiden wat je niet thuis kan brengen en dat irriteert me ook. Komt van buitenaf. Nou zeg, ik haal even mijn spiegeltje, dit gaat zo niet. Even een moment. Tijden geleden dat ik mijn spiegeltje heb gebruikt. Ja, dat is goed. Waarom krijg ik het dan niet voor elkaar? Ik moet toch voor elkaar willen? Ik zit gewoon bij het goede gaatje. Ja, nou wel. Dom, hè? Ach, ja. Zo, nou die. Die slootje hebben. Die zit er zomaar in. Nou, de hanger. Voilà. Nou, leuk toch? Ja, vind ik wel. Dan heb ik nog twee nieuwe slootjes over. Nou, die doe ik gewoon. Daar weer bij op. En daar weer bij op. Zo, want dat moet weer in een zakje. Nou, spiegeltje dicht. Kaartjes mogen niet weg. Nou, laat ik. Zo, nou ja, ik ben er klaar voor, toch? Ja, helemaal top. Ik vind mijn nieuwe kleren top. Anders heb ik dat niet gekocht, nee. En mijn nieuwe laarzen vind ik top, dus ik ben er helemaal blij mee. Ja, Karin zit nu bij de kapper. Dat weet ik wel. Ik heb nog niks van haar gezien, maar ze zit bij de kapper. Maar oké, ik ga verder. Ik wil dat nog even afkijken. En dan ga ik ook weer aan de slag voor de computer. Waar ik ook achter ben gekomen. Ik heb voorlopig de computer s'nachts niet meer de stekker ervan uittrekken. Want ik moet eerst kijken hoe de bel is aangesloten. Welke dat is. Ja. Nou, de stekker. Dat weet ik niet. Nee. Maar het komt allemaal goed. Ja, ik ga er naar zoeken. Wanneer ik niet zo last van mijn rug heb als nu. Maar oké, komt allemaal goed. Ze zeggen, geniet ze, want het is nog prachtig mooi weer. Geniet van al dat wat jullie doen gaan. Ik ga het ook doen. Ze zeggen, tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, ik ben met mijn haché bezig. En dan draai ik maar toch een potje met je en dan heb ik nog geen kruiden erin. Zo. Ja, daar ben ik even druk mee bezig. Even zien hoe we dat hebben moeten. Zo. Ik ga hier even een beetje meegenieten met wat ik doe. Hé, Rijka? Hé, Rijka, die staat weer in het raam voor zijn. Maar ik heb nooit geweten dat mijn moeder er appelstroop doorheen deed. Ja, nooit geweten. Ik ben blij dat ik dat nog heb. En wijnnagel zijn. Nou, ik ben blij dat ik dat ook nog heb. Kruidnagel en olie. Maar ik heb er geen poedervorm, dus hoef je het er ook niet uit te vissen. Ja toch? Dan moet ik even kijken wat ik meer moet doen, want ik weet het niet aan mijn hoofd. Ik heb op mijn mobiel op een recept.
Ja, van Albert Heijn. Nou. Even zien wat ik zag. Even zien. Moet nog een bouillon-tablet doorheen. En moet even verder kijken. Fruit, de uien, 5 minuten mee. Ja, dat zit er nog geen 5 minuten in. Voeg de lolierblaadjes, de kruidnagels, de azijn en appelstroop. Het bouillon-tablet en water toe. Oh, dan mag ik ook water pakken. Nou, ben ik blij dat ik al litermaat heb gekocht. Zo. Zo. Ik moet nog een lepel hebben voor de appelstroop. Zo, en dan moet die er even uit. Ik heb rundvlees genomen, maar ik weet niet eens wat voor vlees dat is. Ja, hartstikke, maar van wat voor een beest is het? Ook van een rund? Ik weet het niet. Nou, lekker belangrijk. Zo. Maar ik dacht dat de ui ook altijd bruin werd, maar het wordt niet bruin. Niet wat ik gewend ben. Misschien dat het straks die appelstropen enzovoort komt, ik weet het niet. Het zal mij benieuwen. Als het maar lekker wordt. Nou, het ruikt sowieso al lekker. Maar ja, dan ben ik toch wel gek op ui. En als je gewoon erin doet. Maar ik denk dat je nog een beetje curry erbij doet. Dat moet ik ook nieuw voor halen. Ga je even die kant. Zo. Zo, nou zit het net wat lager. Dan gaan we weer even lezen. Nou, 5 minuten meegedaan. Nou, die doen we nou ongeveer 5 minuten mee. Laulier, dat is deze. Nou, zien dat gelukkig geen blad enzovoort zet. Is gewoon strooi maar raak. Hup. Nog een beetje extra. Hup. En dat met kruidnagels ook zo. Ik heb een hekel aan teentjes. Zo. Even zien, kruidnagels, daar zijn. Nou, gaat er azijn doorheen. Nou. Dat is ook al genoeg, denk ik. Hoop ik. Stroop. Nou. Even nagaan. Het is helemaal stijf. Hup. Hup. Ga er af van mijn lepel. Nog een beetje erbij. We hebben ongeveer 1 eetlepel. Nou, ik zet hem er even zo terug in. Dat is blablab. Kruidnagels zijn de appelstroop. Het bouillon-tablet. En water. Hoeveel? En water. Waar ben je? En water toe. Zodat het vlees net bedekt is. En breng het aan de kook. Mooi. Vlees moet bedekt zijn. Nou ja, het is nou nog niet bedekt, maar er zit genoeg in, denk ik. Nou, even joeien met de jouwte jepertje. Nou, ik heb een jouwte jepertje. En toen lag er al een troep op mijn telefoon. Dat moet me niet. Nee, zo groot. Ik hoef niet meer grote letters. Nou, dat ik weg heb. Yep.
En nou, even zien. Zodat het vlees net bedekt is, ja, goed als. Ik kan er nog wel even wat bij doen. Zo, dan doen we er nog wat bij. Nou, zo is wel zat hoor. Vind ik ook. En nu vlees net bedekt is. Breng aan de kook en draai het vuur laag. Stoof de scheef met de deksel op de pan in 2 uur zachtjes gaar. Nou, brengen we het helemaal aan de kook. Dan zal ik even de deksel opzoeken. En die hebben we hier al. En dan ga ik ook even roeren, want die appelstroop die zit er natuurlijk ook in. Nou, het ruikt lekker, ja. Al zeg ik het zelf. Ja, dat het vlees zo lang nodig heeft, hè. Ja, het vlees moet goed gaar komen. Nou, dan hebben we dat. Dan gaat die weer dicht. En die. Daar moet heet water op. Deksel weer op die stroop. Hé, hey, ik had zo'n zin in haché. Nou, je kunt een rode kool bij eten. Nou, dan hoef ik geen aardappel of niks erbij te hebben. Een beetje rode kool en haché en klaar. Je kunt er ook patat bij eten. Staat er ook bij, dus ja. Ik zag dat. Kom op. Nou, het ziet er heerlijk uit, al zeg ik het zelf. Ja. Ik heb er nog nooit gehoord van stroop erbij. Mijn moeder die deed er wijn erbij. Ik denk vruchtenwijn, maar ik moet zelf geen vruchtenwijn. Dat is zoete wijn, vruchtenwijn. Bah, nee, bij mij kost je maar een fikkie. Ja toch, bij mij kost je maar een fikkie hoor. Nou, zullen we zien, wat gaan we dan doen? Oh, zachtjes schaar. Oh ja, 3. Verkruimel de ontbijt boven de pan en laat de koek in het stoofvocht oproffen. En de saus binden. Verwarm de haché nog 5 minuten. Op laag vuur en breng op smaak met zout en peper. Kun je toch gelijk al doen? Die zout en peper. Wat is dat voor bullshit? Nou ja. Bereiding. Je kunt... Hou jij je mond. Bereiding. Je kunt dit gerecht ook in de slowcoker maken. Ja, het zal. Ik heb geen slowcoker. Nou, laat me dit groen staan. Ontbijtkoek. Nou, hebben jullie daar wat voor gehoord? Ontbijtkoek erin? Ik niet. Ik weet echt niet meer wat mijn moeder deed. Maar het ruikt lekker. En dat is het voornaamste. Yeah. Zo, nou wacht tot het kookt, dan moet hij lagen. Dan de deksel erop en dan kan ik hier de boel weer opruimen. Moet stoven. Ga jij er nou even onder? Ik kom niet steeds boven drijven. Ja, ik vind het heerlijk. Het is toch lekker. Waar is mijn hokiedokie? Ik in de mand. Hier, wijnazijn, laurierblad, kruidnagel. Nou, ik heb er dus wel een beetje curry erbij in gedaan. Nou, peper en zout. Dat ga ik gewoon gelijk doen hoor. Ja, want dan moet ik nog even om het later te doen.
peper en zout. En een beetje peper. Hup. En weer even joeren met een jouwte jepertje. Zo. Nou, dat enkelt die ontbijtkoek. Wat dat voor is, om te binden misschien nog wat. Ik zou het niet weten. Zo. Dan dat hier weer in. Een uienschil op de grond. En hier nog een beetje. Zo. Dat gaat koken. Dan een stukje nog over. Nu begint al, zie ik. Wachten duurt altijd lang. Ja, ja. Ik heb nog niks gehoord van Karin, hoor. Dat ze alweer terug is van de kapper. Ik weet het niet. Water te tanden. Ja. Ik roer nog één keer door. Er zijn mensen hier in de buurt, dan denk ik, nou ja, oké. Nou begint het te koken. Ja, nou dan kan hij naar beneden gezakt laten worden. Ja, op 5. Een mooi standje dacht ik. En de deksel moest erop. En er werd niet bij gezegd, moet die stukje open of moet die nou dicht. Nou ja, dat merken we wel als de deksel begint te dansen. Ja toch? Ja. Rijke. Hoi mijn kindje. Mijn meisje, mijn grote meid. Ja. Ja, lieve vrienden, ik ga de boel dan alweer opruimen. Mijn uien opruimen, dat allemaal opruimen. En dan... Ik heb nog niks gedaan met de computer, want die staat nog steeds uit. Ja. Ik heb nog niet aan toegekomen. Nee, want dat moet nog 2 uur... Garen nou, moet gaar worden, dus moet 2 uur opstaan. Ik vergeet de tijd helemaal, hoe laat is het? 17:27, dat is 5:30. O jee, dat wordt laat. O jee, dat wordt wel 7:30, zoiets. Nou ja, perk, eet wel vaker laat. Maakt niet uit. Dan heb ik tenminste de tijd om het een en het ander te doen. Rijken moet dus er ook nog uit. En dat komt ook allemaal goed. En ik zeg voor nu... Smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan. En voor later natuurlijk welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En wat belangrijk is, gezond uit je bed zien te komen. En tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan! Doei!